Wat is op man, goed dat je kijkt. Mijn naam is Roelie Henrique en welkom bij Terug naar Toen. Het programma waarin ik jou terugneem naar toen. Toen je nog buiten speelde, toen je ouders nog alles beslisten, toen er nog geen smartphones waren. Gewoon terug naar toen het allemaal nog beter was. Yes indeed. Yes, de kick-off. En we beginnen vandaag gelijk met 10 regels bij het buiten voetballen. We weten allemaal hoe het vroeger ging. Je trommelde een paar vrienden bij elkaar, je ging naar het veldje en iedereen wist hoe het eraan toe ging. Je hoefde niet van tevoren te vergaderen, je hoefde niet van tevoren regels uit te leggen. Nee, op de een of andere manier wist iedereen hoe en wat er moest gebeuren. Een tijdje geleden heb ik op Instagram een poll gemaakt waarin ik mensen heb gevraagd: hey, geef mij 1 bizarre regel die jij nog kent van vroeger, toen jij buiten voetbalde. Ik heb heel veel reacties gehad en daarvan heb ik een top 10 gemaakt. Niet op volgorde van hoe belangrijk ze zijn, nee, maar op volgorde van solidariteit. Op nummer 1 staat de meest bizarre regel waarvan ik denk, yo, hoe hebben wij dit ooit kunnen toestaan? Hoe? Alrighty, let's get it. Nummer 10. De 2 beste spelers mogen niet in 1 team. Simpel, ik snap dat, jij snapt dat. Als je goed bent en je bent met z'n tweeën, ga je niet bij elkaar in een team. Nee, je gaat eentje hier, eentje daar en jullie mogen misschien wel de teams samenstellen. Meisjes krijgen geen billenbrand. Snap ik, ben ik ook heel blij mee. Luister, als jij een meisje bent en je kon meedoen, hey, ik snap dat jij mee wilt doen. En wij, jongens, waarderen het. Wij waarderen dat jij niet aan de kant staat en denkt, nee, voetbal, daar wil ik niks mee te maken hebben. Nee, dus je mag meedoen en jouw beloning is, je krijgt geen billenbrand. Voor de mensen die niet weten wat billenbrand is, heel simpel. Het is het fenomeen dat je tegen een muur of tegen een doel gaat staan op het moment dat je hebt verloren. Als je slim bent, buk je. Als je dom bent, blijf je rechtop. Je wilt je eigenlijk zo'n klein mogelijk target geven aan je tegenstander. En deze neemt dan een degelijk tot zeer grote afstand van de bal, meestal. En rent zo hard mogelijk naar de bal en schiet die tegen je bil aan. Heel simpel. Waar het bij deze regel verkeerd gaat, is het feit dat sommige meisjes van tevoren al zoiets hebben van hey, ik kom meedoen en ik krijg geen billenbrand. Hey. Maar dat kan je niet zelf beslissen, toch? Wij jongens belonen jou. Je moet gewoon afwachten tot wij dat beslissen. Je kan niet zelf komen en zeggen, hey, ik ben meisje, ik doe mee, ik krijg geen billenbrand. Goede regel, lekker, maar wij beslissen het, niet jullie. Zelf halen. Simpel. Jij schiet de bal weg, jij bent krom, jij kan niet mikken. Je gaat hem zelf halen. Simpel. Niemand heeft jou gezegd dat je moet missen. Niemand heeft gezegd dat je moet schieten. Als je niet kan schieten, pas de bal. Ga niet schieten. Als je schiet en je mist, ga het halen. Niemand gaat voor je halen. Dus, heel simpel. Als je mist, ga je de bal zelf halen. Bij een overtreding is de tegenpartij scheids. Vage regel, want je zou denken dat de tegenpartij altijd, maar dan ook altijd in zijn of haar voordeel gaat fluiten. Maar op de een of andere manier, als je buiten voetbal, kom je erachter dat we eigenlijk best wel eerlijk naar elkaar zijn. Als er een overtreding wordt gemaakt, komen de meestal 5 tegenstanders gelijk naar je toe. Hey, hands, hey, harde tackle, no, maar vrije trap. Oké, we zijn over de helft. Vanaf nu worden de regels een beetje freaky. Een beetje dat ik denk, maar hoezo? Hoezo? Wie heeft dit ooit verzonnen? Wie heeft dit ooit bedacht? En waarom hebben wij ooit met z'n allen gezegd, ja man, deze guy heeft gelijk man, dit gaan we vanaf nu doen. Als het mijn bal is, bepaal ik de regels. En luister, het is altijd een of ander verwend kind die een bal heeft. Altijd. En deze guy komt en hij beslist, het is mijn bal, ik bepaal de regels. We spelen toch met z'n allen? En weet je wat grappig is? Hij bepaalde ook altijd de regels. Want tja, als hij beslist weg te gaan, heb je geen bal. Dus je moet wel volgens zijn spelregels spelen. We doen het zelf. We konden hem ook zeggen, hey, geef je bal hier, maar ga naar binnen ofzo. Maar nee, we zeiden, kom, wat wil je doen, En we deden gewoon wat hij zei, omdat als hij besloot weg te gaan, hadden we geen bal. Zielig. Vliegende keep / wisselkeep. Oké, dit moet ik even uitleggen. Vliegende keep en wisselkeep. 2 totaal verschillende dingen. Ik begin met vliegende keep. Vliegende keep is zoiets als een keeper die mee mag voetballen. Dus hij mag zijn gebied verlaten. Hij mag beslissen als hij zich vandaag Ronaldo of Ronaldinho voelt, mag hij de bal neerzetten. Boom, mag hij meedoen. En ja, skip the goal man, iemand anders pakt hem. Dat is vliegende keep. Hij mag doen wat hij wil en hij is de enige die ook nog de bal in zijn handen mag pakken binnen het gebied. Lekkere job, weet je, als je op doel staat en je denkt, hey, je kan deze man even wat pannen zakken, dan kan je gewoon eruit gaan, kan je gaan spelen, geen probleem. En dan kan je terugrennen, kan je hem alsnog pap met je handen pakken. Lekker. Maar nu komt die andere, wisselkeep. Kijk, wisselkeep is puur fraude. Wisselkeep had nooit mogen bestaan. Wat is wisselkeep?
Wisselkiep is iets als jouw vliegende kiep bijvoorbeeld zoiets hebt van, hé, hey, ik voel me Ronaldinho, ik voel me Ronaldo, ik ga nu crossen, ik ga nu gewoon mannen beginnen te zakken. Je gaat naar voren, je kapt er 1, je kapt 2, je kapt 3. De vierde pikt het niet, pa, die pakt je. Je hebt nog een verdediger. Deze heeft dan de mogelijkheid om naar het doel te rennen. Zodra hij ongeveer in de buurt van het doel is, mag hij schreeuwen, wisselkeep Roelie, en dan is hij opeens keeper. Dan mag hij opeens de bal pakken, pap. En hey, je probleem is opgelost omdat je vliegende keep dacht van, ah, ik ben Ronaldo of Ronaldinho. Ik kan doen wat ik wil, maar maakt niet uit, want ik heb nog een verdediger. Die kan ineens zeggen, wisselkeep, spam, springt hij, pakt hij het in zijn handen en probleem opgelost. Jongens, hoe hebben we dit ooit zo ver laten komen dat we zo opgelicht kunnen worden waar we bij staan? De laatste die scoort, wint. Simpel, maakt niet uit hoe goed je hebt gespeeld, maakt niet uit hoeveel je voor staat. Dan sta je 3-0 voor, dan sta je 4-0... Al sta je 12-0 voor en de tegenstander was kansloos. Zodra één speler zegt van, hé, hey, ik moet naar binnen, man. Of je hoort één moeder van de vijfde verdieping schreeuwen, Jerome, kom naar binnen. Dan weet je van, hé, hey, we hebben geen tijd meer, we moeten nu een winnaar beslissen. Wat doen we? Degene die dan als eerst scoort, heeft gewonnen. Al speel je 3 uur, heb je al 3 uur gestreden. Ze waren kansloos, je bent back af. Als jij niet als laatste scoort, heb jij verloren. Simpel, zo is dat. Fuck off, papa, je hebt niks. Je hebt de hele dag niet gescoord. Maar man, ja, het zijn de regels van de straat, man. Je moet als laatste scoren. Klaar. Oké, dit is oplichting puur san. Hoe? Dit gaat over het fenomeen poten. Dat betekent dat je samen met iemand gaat uitmaken wie als eerst aan de bal begint. Dus je neemt een afstand van elkaar en dan loop je naar elkaar toe, zeg maar zo. Je zet je benen zo, tap, tap, tap. En dan loop je zo naar elkaar toe. Degene die boven is, heeft gewonnen. Ik ben boven, ik heb gewonnen. Ik mag beginnen met kiezen of ik begin aan bal of whatever. Eén oplichter ergens hier in Nederland besloot ooit, toen hij had verloren, dus hij was aan het spelen, hij had hoofd dat hij verloren. En toen zei hij opeens, de schat ligt onder, dus ik begin. Hoe doe je de schat ligt onder, dus jij begint? Ja, nee, als je graaft toch, en je gaat graven toch, en je toch, schat ligt onder. Ik lig nu ook onder, dus ik ben schat, ik mag beginnen. En toen dacht iedereen, hé, deze man heeft gelijk, man. We hebben die hele spel altijd fout gespeeld. Terwijl, nee, hij was een oplichter. De schat ligt onder. Luister, ik distancieer mij van regel nummer 1. Ik doe hier niet aan mee. Op Instagram was dit echt veruit het meest voorkomende antwoord en ik snap het. Maar vandaag de dag distancieer ik mij hiervan. Ik doe hier niet aan mee. Absoluut niet. Maar ik vind het wel grappig. De dikke moet op doel. Oké, waarom? Oké, ik snap wel waarom. Hij kan waarschijnlijk niet rennen, hij kan waarschijnlijk niet voetballen. Hey, hij koffert veel doel, dus hij moet op doel. De dikke moet op goal. Excuses naar alle dikke mensen out there. Als je met mij had gespeeld, je had mogen spelen, maar je had gewoon spits mogen zijn. Maar als je kon prikken, kon je gewoon spelen. Oh, maar niet volgens de straatregels, man. Sorry. Ik wil mijn excuses aanbieden voor mijn broeders en zusters die dit hebben aangehouden. Oké, bij ons moest ook Jason naar dit op goal. Jason kon niet voetballen. Hij was niet alleen dik, hij kon niet voetballen. Nu valt het kwartje. Yes indeed, dit waren 10 regels bij het buiten voetballen. Laat me weten wat je hiervan vond. Luister, ben ik wat vergeten? Typ het hieronder. Is er een onderwerp die ik graag zou moeten behandelen? Laat me weten, hieronder. Hou mijn Instagram in de gaten, daar stel ik waarschijnlijk nog wat vragen. Daar stel ik waarschijnlijk nog een poll op waarin ik jullie vraag van, hey, wat vind je hiervan? Voor nu, punt, hit, crush de like button. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Yo, Ronaldinho. Wow, en dat voor een honkballen, yes. Yo, dankjewel voor het kijken, dit is het einde. Wil je meer van mijn video's zien? Klik hier. En steun de boy door te abonneren, klik hier. Later.